Maar ik vind textiel heel erg leuk. En daarom wilde ik dit gewoon als afstudeerplek hebben. Ik heb er eigenlijk altijd al wat mee gehad, maar nooit iets verder mee gedaan. Dit project was het voor mij een lastige start, omdat je nog niet standaard een product hebt om te kunnen gaan ontwerpen, om ermee aan de slag te gaan. Dus ik heb moeten zoeken naar verschillende onderwerpen. Ik heb daar maar bij gekeken om de eigenschappen van de stof zelf. En wat standaard eigenschappen, wat eigenlijk iedereen aanspreekt, zoals wonen, een tuin, reizen, dat soort dingen heb ik nagekeken. Van ideeën kom je ook heel vaak op ideeën. En ik kijk overal en vaak loop ik ook wel eens door bijvoorbeeld winkels heen waarvan ik iets zie liggen wat super goedkoop is of een bepaalde oplossing heeft. En dan denk ik, ja, maar ik kan nog veel meer met dat product. We moeten wel voornamelijk opletten dat het niet downcyclen gaat worden. Daar wordt heel snel aan gedacht, omdat het eigenlijk afval is. Nou, en afval, ja, dat moet je dan maar verstoppen. En er valt veel meer uit te halen wat interessant is om het echt up te cyclen.